Op zaterdag 16 maart organiseert de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding een workshop. Dit jaar worden er tijdens de workshop glassieraden gemaakt. De workshop vindt plaats in het Kunstzinnig Centrum Randstad in Almere. We willen graag ons ledenbestand uitbreiden. Daarom nodigen we vrouwen uit Almere en omgeving met een hbo of universitaire opleiding uit. Aldus de organisatie. Meer op 1almere.nl en in de evenementenagenda op onze website. Zwemvereniging Flevolstar krijgt van het college van burgemeester en wethouders een eenmalige subsidie van 3000 euro. Dat zegt voorzitter Koenraad Vos van de zwemvereniging. Vos is niet tevreden met de toezegging van 3000 euro. Even leek het erop dat er een nieuwe bioscoop gebouwd zou worden in het centrum van Almere Buiten. Maar de bouw gaat niet door. Dat meldt de gemeente. De gemeente en projectontwikkelaar Buitenmeren Properties gaan niet verder met het project. Buitenmeren Properties en de gemeente zijn wel overeengekomen dat er een hotel gebouwd mag worden. Het hotel komt vlak naast het station van Almere Buiten. Meer uitgebreide berichten op 1almere.nl. Daar vind je ook een nieuwe stelling over de Floriade. Kansloos of niet?